Oh shit. Ik kom inderdaad op een endeilandje, maar. Hallo kijkers van Gas Games. Hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer op Sky Factory. Vinden jullie het leuk? Doe natuurlijk alvast even dat blauwe duimpje omhoog. Wordt natuurlijk gewaardeerd. In ieder geval mensen. We gaan als allereerste even afscheid nemen van een heleboel van onze kippen. Want, nu zullen jullie denken, ja maar Dylan, nee, de kippen leveren jullie zoveel oors op. Dat klopt, maar als we eventjes naar beneden gaan, dan ja, kunnen we gelijk al zien. Als we in de oors chest gaan kijken, van hier zit veel in, nou daar wat minder, maar daar kunnen we een heleboel van maken. Overal zitten superveel oors in. En dat betekent dat we het eigenlijk bijna niet meer nodig hebben. Zeker de lepers niet, want als het goed is, we hebben nog een heleboel lepers. Wordt ook gemaakt in dat andere ding. En zoals jullie konden zien, genoeg chance cubes. In ieder geval, ik loop dus nu even naar de kippen toe. Ik ben hier. En ik ga gewoon eventjes een paar kippen uitschakelen. Degene waarvan ik denk dat we die eigenlijk bijna niet meer nodig zullen hebben. Nou ja, sorry Iron kippen. Jullie zijn gewoon sowieso met veel te veel. Dus ik ga gewoon even een heleboel iron kipjes uitschakelen. Ik weet het, aan de ene kant is het zonde mensen. Maar aan de andere kant, weet je, kijk eens hoe harde lag er nu veroorzaakt wordt een beetje op de server. Daar spawnen superveel mobs. Hier zitten superveel mobs nog opgesloten. Het moet gewoon eventjes een klein beetje veranderd worden. Daarvoor moeten we gewoon wat kipjes vermoorden. En ja, ik hoor nu echt een heleboel van jullie al denken, nee, dat is zo zonde. Maar goed, ja, het moet toch echt gebeuren. Even kijken, zo, nog een heleboel kippen dood en nog een boel kippen dood. Nou, iron kipjes worden al veel minder. Oh, ik heb per ongeluk dat dingetje weggehaald. Nou, gelukkig heb ik toch een jetpack, dus ik kan er zo weer bovenop springen. We doen nog één goede slag hier zo, hoppakee. Nou, de iron kippen zijn nu al een heel stuk minder. Degene die nog wel veel zijn, zijn de diamond kippen, de emerald, of de lapis kippen en de redstone. Ook de redstone ga ik er een paar echt kapot van maken. Zo, hoppakee. En de lapis gaan we er een paar van afmaken. Zo, kijk. Nu wordt het hier al gelijk een heel stuk rustiger. Jullie zien het ook, het beeld loopt in één keer een heel stuk smoother. Nou, steel idem dito. Diamonds laat ik wel zitten, omdat diamonds natuurlijk gewoon iets leuks is. Zo, hoppakee. Die zijn er een paar van dood. Het is ook minder chaos. Alleen in het diamond kippenhok is het nu nog heel erg chaos. Maar er liggen nog fucking veel. Nou, oh, dat mag ik niet zeggen in mijn video's. Want dan worden ze weer gedemonetized. Maar er liggen nog superveel oors daar zo. En het lullige is, deze kist zit al vol. De kist met de oors boven zit al vol. Echt alles zit vol. Nou, hier zo nog niet. Dus hier stoppen we even wat van de oors in. Ik weet ook dat er een heleboel van die looting bags zullen komen. Maar daar gaan we zo eventjes naar kijken. Ik heb ook voor de looting bags heb ik hier een bag. Die heb ik van Eva gekregen. Die heeft gezorgd dat alle looting bags momenteel netjes opgeruimd zijn. Dus die bag die stoppen we eventjes hier zo. Pakken we deze er even bij. Want dit is mijn, mijn ores backpack. Daar doe ik eventjes de draconium dust in die we natuurlijk hebben verzameld. Ook hebben jullie een heleboel reacties achtergelaten. Ho, daar gaat mijn backpack bijna. Over wat ik nou precies moest doen met die portal in die end. En daar wil ik straks ook eventjes naar gaan kijken. Terwijl ik eerst even wat spullen moet gaan oprapen. En dit allemaal maar gewoon eventjes hier in donder om zo maar te zeggen. Kijk, als ik nu zo deze iron farm in loop, weet ik zeker dat ik echt. Dat bedoel ik dus. Nou, mijn inf zit alweer vol. Ik kan nog een ronde gaan doen. Nou, het maakt op zich niet zo heel veel uit, mensen. We hebben tijd zat en er is genoeg te doen. Maar ik moest even een klein beetje die lag oplossen. En ik wou dit dus ook even laten zien aan jullie. Wat? Oké, ik heb een soul van een bepaald dier. Een bone chicken soul. Geen idee wat ik ermee kan. Maar die heb ik zojuist gekregen van de kippen. Nou ja, ik ga nog een keertje kijken. Want ik heb natuurlijk een heleboel kipjes daar vermoord. Misschien krijg ik nog wat van die gekke items. Maar dat heeft ook weer met die draconic te maken. En ja, die draconic, ik weet nog niet wat ik daar precies mee kan. Moet ik ook nog even voor gaan kijken. Want ik heb werkelijk maar geen idee. Ik heb wel weer lootbags erbij gekregen. Mijn imp zit alweer vol. Nou ja, maar je ziet het gelijk. Het is een heel stuk smoother loopt het hier. Dat komt ook omdat nu heel veel items weg zijn. En er niet zoveel items meer daar blijven liggen. Want daar ging het vooral om. Er bleven de hele tijd items liggen. Omdat ja, de chesten zaten vol. Ze konden nergens hun spul kwijt. Dus ja, dan blijft het daar liggen. Maar we moeten terug naar de end, heb ik begrepen.
Want het schijnt. Ik ga even meerdere enderpearls pakken. En ik leg even mijn backpack weer weg. Ik leg even alle waardevolle spullen dus eventjes gewoon weg. Zodat ik... Ja, mijn jetpack is waardevol. Maar ja, als ik die kwijtraak, helaas dan maar. Even kijken. Deze bone chicken, die doe ik hier ook even in. De carrots neem ik mee en deze neem ik mee. Want we moeten terug naar de end. En jullie vragen je vast op waarom moet je nu terug naar de end. Het zit dus namelijk zo. Nou ja, jullie vragen het je... Oh, what the fuck? Ik schrik me dood. Ik denk, staat hier opeens iemand gewoon in game. Maar dat is natuurlijk zo'n mop. Jullie hebben massaal achtergelaten dat ik een Ender Pearl moest gooien in die rare portal. Met dat netherrack eromheen. Echt, er staan weet ik veel hoeveel reacties daarover. Dus ik ga even mijn jetpack hier zo... in het apparaat doen. Ik zorg even dat die vol is. En dan ga ik weer naar de end toe. Om te gaan kijken wat dat nou precies is. Want ja, ik heb werkelijk waar geen flauw idee. Zo, mijn jetpack is vol. Die nemen we mee. En jullie, heel veel mensen zeiden van... Daar moet je enderpearls in gooien. Daar heb je ores. Gooi een enderpearl door de dimension. Dan kom je in een andere wereld. Even kijken. De poort naar een nieuwe end. Je moet de pearl er doorheen gooien. Dus nou ja, dat gaan we maar even proberen. En als het niet werkt, kan ik natuurlijk altijd gewoon eventjes weer slash home doen. En dan ben ik weer terug. Oké, even vliegen. Oh, dus stonden hier wat Enderman. Kijk, alles is hier dus al gedaan voor de rest. Maar er kunnen meteorieten komen in de end, dat weet ik wel. Maar oké, we hebben een enderpearl bij ons. We vliegen even naar dat ding toe. Dus als ik hier een enderpearl doorheen gooi, dan kom ik ergens anders, schijnt. Nou, gaan we dat eens proberen. Oh, shit. Ik kom inderdaad op een endeilandje, maar... Er staat hier een enderlily. Even kijken hoor, enderlily. Lily, wat kan ik daar? Oh, dat is dat ding. Even kijken, dat is zo'n enderlily. En daar kan ik iets van biomesh van maken. En die kun je ook krijgen uit crushed endstone. Oké. Maar dit is dus de enigste endstone die we hebben. Want meer was er niet. Maar die enderlily is wel even... Oké, ik heb hem. Ik heb de enderlily. Oké. Maar dit is dus de enigste endstone die we meegeleverd krijgen als het ware. Want... Ja, en van die wrakken. Oké, dat is waar. Maar... Ja, moet ik het dan maar weg gaan halen, denk ik? Want het lijkt mij dat ik dat niet meer nodig heb hier zo. Of ja, of juist wel. Kun je hier die enderlilies laten groeien of zo? Ik snap het niet. Ik haal in ieder geval één platformpje even weg. Dat neem ik mee, zodat ik het crushed endstone kan maken. En dan kan ik nog meer van die enderlilies maken. Want ik denk dat ik die later nodig zal hebben voor iets. Dus ik neem even een laagje mee. Dan kan op zich geen kwaad. Zo, hoppakee. En dan kunnen we hier zo meteen weer weg. Maar oké, dit wist ik niet. En het werkt daadwerkelijk wel. Alleen nu moet ik hier zo meteen weer eventjes weg zien te komen door... Ja, oh ja, dat ding zit hier. Dus ik kan er waarschijnlijk gewoon weer een enderpearl doorheen gooien. En dan kom ik weer op de plek waar ik hoor uit te komen. Dus dat gaan we even checken. Zo. Oké, dan gooien we hier weer een enderpearl doorheen. En... Oh, wow. Ja, oké, nu ben ik inderdaad weer hier zo waar ik hoor uit te komen. En hier staan een heleboel Enderman. Je kan hier trouwens wel een hele mooie enderpearl farm van maken. Alleen, nou vraag ik me af. Die meteorieten, kunnen die letterlijk overal komen? Of is het alleen aan de rand van deze wolkjes? Want gisteren begon ik een stukje te vliegen hier zo. En toen wel de andere kant op trouwens, die kant op. En toen zei Remco opeens van, wat is dit? En toen keek ik achter mij en toen stond er zo'n hele grote... Ja, nou ja, jullie hebben het zelf gezien. Ik heb hem helemaal weggehakt in ieder geval. Maar... Dus er was een hele grote meteoriet ergens hier ingeklapt. En ik vraag me toch wel af, kan dat vaker gebeuren? Want draconium hebben we wel nodig uiteindelijk. En niet zo'n klein beetje ook volgens mij. Want dat heb je nodig voor de Dragon Evolution mod. Of Draconic Evolution mod. En daarmee kun je volgens mij die super furnace maken, die hele snelle. Ja, ik vlieg nu even langs om te kijken of er wat is, mensen. En anders ga ik gewoon weer lekker terug naar home. Want ik heb het idee dat er niet superveel van die meteorieten vallen. En dat wij gewoon net geluk hebben gehad. Want tot nu toe vlieg ik al best een stukje van die wolken, met die wolken mee. Ik weet ook totaal niet of dit überhaupt iets zegt door mensen. Maar ik vlieg er gewoon met mee. En ik zie helemaal geen
dingen tevoorschijn komen. Dus ik denk dat ik maar even... Ik ga naar home toe en dan gaan we even kijken wat we dan precies met Draconium kunnen. En of ik dit Crushed Endstone van kan maken. Want ik denk dat ik daar de Crusher voor nodig heb. Die hebben we natuurlijk hier staan. Even kijken, kan ik hier gewoon Endstone ingooien? Nee, dat werkt niet. Oké, hoe krijg je dan Crushed Endstone? Even kijken. Crushed Endstone. Oké. Je moet het gewoon slaan met de hamer. Dat is niet echt een groot probleem. Dus we gaan eventjes een hamertje fixen. We moeten even hier naar beneden toe. Hopelijk hebben we hier nog een hamer in de tools liggen. Anders, ja, oké. Ik heb hier sowieso nog één hamertje. Oké. Oh, wacht. Ik kan het trouwens ook... Wacht even. Sky heeft daar natuurlijk... Eva heeft daar natuurlijk apparaatjes voor gemaakt. Zo, hoppakee. Kan ik het hier gewoon in verdelen. Zo, hier nog een paar erbij. Hoppakee. En dan doe ik hier de rest in. En dan krijgen we dus nu Crushed Endstone. En daarvan, als ik die ga zeven, kan ik dus Ender Lilies krijgen. Even kijken, hoe kun je het zeven überhaupt... je hebt het... Oh, wat? Sea Fortune, als je Crushed Endstone en dit in de Enchanter doet. Oké, cool. Maar even kijken. 0,5% kans. Waarom zijn die Ender Lilies zo fucking zeldzaam? Heel erg zeldzaam. Oeps. Je kan wel Chorus Flower krijgen. Dat is heel erg handig om te gebruiken. Want daar kun je natuurlijk food van krijgen. Die teleport foodjes, jullie kennen ze wel. En voor de rest is het niet zo heel veel boeiend. Maar wacht even, welke sieve was dat nou die ik moest gebruiken? Dat was een... Oh, string? Oh, wacht even. Ho. Nou verandert de zaak. Kijk. Je kan er dus ook nog Ender Pearl Power en Draconium Dust uit krijgen. En een Shulker Pearl. Oh, we moeten hem sowieso met een Diamond Mesh gaan doen. Die hebben we hier toevallig niet in zitten. Nee, dan moeten we even wat Diamond Meshes gaan maken. En dan kunnen we dus nog meer spullen ervan deze Endstone krijgen. Hebben we... Nee, we hebben geen Sieve. Ja, we hebben wel een Automatic Sieve daarmee. Maar nee, dat, ik moet een Hand Sieve maken. Even kijken. Moet ik even een Diamond Sieve. En die moet ik ook gelijk enchanten. Ik zie trouwens dat mijn levels weg zijn. Ik zie wel dat hier volledig XP in zit. Dus dat is heel erg nice. Ja, mensen, jullie weten natuurlijk het XP glitchje wat er natuurlijk is. Die we gewoon makkelijk kunnen gebruiken. Maken we ook gewoon gebruik van. Anders moeten we zo lang wachten op iets te enchanten. En we zijn natuurlijk al zo heel ver in Sky Factory op dit moment. Even kijken, een Diamond Mesh moet ik hebben. Waar staat die nou? Hier zo. Craft. Zo, dan moet ik die heel even enchanten. Heb ik wat lapis nodig? Zal hier ook wel in zitten? Ja, hier, kijk, lapis. Hop. En dan moeten we even kijken wat we ervan gaan krijgen. We doen er... even kijken, de Diamond Mesh. En Sieve Efficiency... Nee, oké, dat is niet wat we zoeken. We willen er nog een betere. Want we willen Fortune erop, omdat we zoveel mogelijk van die items willen krijgen natuurlijk. Weet je wat? Ik maak wel eventjes zo... een heleboel meshes voor mocht het nog een keer fout gaan. Even kijken. Oh, de lapis liggen op de grond. Handig. Zo, even kijken. Sieve Efficiency weer. Oké, ja. Nou moet ik heel even levels op gaan halen. Want anders kan ik niet verder. Hop. Even die kraantjes open gooien. Zo, open. Open. Hoppakee, eventjes wat levels. Doe maar even 36. Zo, kan ik twee keer enchanten. Of drie keer enchanten. En dan moet het wel een keertje goed zitten, hoop ik. Ik heb genoeg Diamond Meshes gemaakt. Even kijken. Oh, de lapis ligt weer hier zo. Die erin. En Luck of the Sea. Ja, leuk. Oké, zo. Sea Fortune. Ja, kijk, die hadden we nodig. En hij is soulbound. Niet dat dat heel veel uitmaakt. Maar dit betekent wel dat hij super snel is. En dat we er meer kans uit krijgen om goede items te krijgen. Dus dan haal ik even deze eruit. Even kijken, zo. Eruit en die erin. Lijkt nu net niet enchanted. Is het wel de goede? Ja, oké, het is wel de goede. Oké. Dan halen we die daaruit en die daaruit. Hoppakee. En dan gaan we even snel sieven. Even kijken wat we eruit krijgen. Oh, ik moet wel even mijn info een klein beetje legen. Hier zo doen we even al die diamond meshes in. Zo, hop. En dan wil ik eventjes een beetje ruimte in mijn inventory. Zodat ik kan zien wat ik krijg op dat moment. Oh, ik heb al wel zo'n shulker pearl, zie ik. Ik weet niet wat ik er precies mee kan. Maar ik heb er wel eentje, kappa. Even kijken, en de pearls kon je krijgen. En de lilies kon je krijgen. Zo, die zetten we ook even hier neer. En voor de rest was Draconium nog wat je kan krijgen. Dus daar gaan we eventjes op letten of we een van die items kunnen verzamelen. We hebben dus al de Shulker Eye. Of Shulker Pearl. Ik weet nog niet wat ik daarmee kan. Maar dat nogmaals, dat zien we vanzelf wel. Ik ga eerst even deze omzetten. Kijk, daar hebben we al een Draconium Dust.
Nog een Draconium Dust. Dus we gaan nog meer Draconium verzamelen op deze manier. Oké, okay, Silver Pearls krijg ik heel snel. En de lilies daarentegen zijn echt een hele kleine kans dat je ze krijgt. Wat zag ik nou voor item? Oh, Ender Pearl Dust. Die zijn voor Ender IO. Geen idee wat dat dan weer inhoudt. Is wel een mod dat ik, dat weet ik wel. Even kijken, 8 Circle Pearls al. We gaan zo even kijken wat we met alle items kunnen. Want ja, nu dat we de end hebben uitgespeeld, om zo maar te zeggen, moeten we natuurlijk wel iets met de items kunnen doen. Even kijken, 27 van die dingen nog te gaan. Het duurt wel lang inderdaad, mensen, maar we krijgen er wel dingen voor terug. 8 Draconium Dust ondertussen al, 12 Silver Pearls, 13, 19, 20 van die End Dust. En ondertussen kreeg ik nou nog een ander item? Nee, dat leek zo, oké. We blijven verzamelen. Die Ender Lily die krijgen we niet, maar die is blijkbaar heel erg zeldzaam. En daarom stond er ook maar eentje van in de End natuurlijk. Zo, oké, dat was het laatste. Nee, ik heb hier nog 8. Oh, ik plaats het hier op de tafel. Dat is ook niet de bedoeling. Hoppakee. En ja, nog 3, 2, 1. Oké, en deze nog. Hoppakee. Zo, we hebben dus uiteindelijk 13 Draconium gekregen, 20 Shulker Pearls en 28 Ender Pearl Power. Nou gaan we even kijken wat we met alles kunnen. Shulker Pearl. Oh, ik zie hier wel een drankje. Dat is van de Soulfile. Oké, wat kunnen we hiermee doen? We kunnen hier Pearl Blocks van maken. Nou, dat lijkt me niet nodig. Een Entrot kunnen we hiervan maken, uiteindelijk met zo'n Chorus Fruit. Maar die hebben we trouwens niet gekregen. Komt dat misschien door de Sieve die we hebben gebruikt? Dat weet ik zo niet. We kunnen er uiteindelijk een Dragon Egg van maken. Daar hebben we wel nog de Dragon Breath voor nodig. De Dragon's Heart hebben we. Een End Crystal hebben we. En nog een End Crystal. Of End Crystals hebben we niet. En een Unstable Ender Pearl Wither Dust. Nee, hebben we ook niet. Nou ja. Goed, dat kunnen we dus allemaal nog niet. Oh, wat? Oh, nee. Oh, trouwens, met de Diamond Mesh kon ik die plantjes helemaal niet krijgen. Wacht eens even. Oh, nee, daar hadden we de String Mesh voor moeten gebruiken. En die stond daar. Nou ja, dan moeten we nog meer Endstone uiteindelijk op gaan halen. Maar wat kunnen we hier nog meer mee krijgen? Nee, dit was het. Oké, Shulker Pearls zijn dus niet zo heel erg belangrijk. Nou, en de Pearl Dust denk ik dat ik die zelf al wel kon maken in principe. Maar wat kunnen we daarmee? Een soort van eten maken en je kan er gewoon weer een Ender Pearl van maken. En je kan het smelten tot van die Liquified Ender Pearl. Oké, dus uiteindelijk hebben we aan de items niet zo heel erg veel wat we hebben gekregen. Alleen de Ender Lily vraag ik me af wat we daarmee moeten. Want daar kun je vast... Ja, het enige wat ik hier zie is met dat je als je 4 Ender Lilies kun je op een gegeven moment Biomass krijgen. Maar dat is denk ik toch niet het enigste wat je daarmee kan. Even kijken hoor. Description. Found in dungeon chest. Oké. Maar nee, voor de rest kun je er helemaal niks mee. Staat er. Tenminste, dat lijkt me. In ieder geval mensen, ik wil je helemaal... Jeetje, ik kom de laatste tijd slecht uit mijn woorden mensen. Ik weet niet wat het is. In ieder geval, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als je het weer leuk vond, doe natuurlijk even nog dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering van Sky Factory. Later mensen.